Nou, meneer Ter Kater, welkom. We zijn eindelijk met u een keertje in gesprek. Ja. Ik heb één vraag die ik u heel graag wilde stellen, al heel lang. Want ik heb het Zoom-gesprek heb ik gevolgd toen u werd eigenlijk geïntroduceerd. Ja. En u gaf aan graag te willen zien dat de journalisten ook een bijdrage leveren in het traject om te helpen. En ik ben er benieuwd naar, waar zouden wij specifiek mee kunnen helpen als media zijnde? Ik denk door een stukje positiviteit uit te stralen richting het team. Dat je daar al iets heel wezenlijks mee bereikt. En met name de berichtgeving in Suriname lijkt mij dat het heel belangrijk is. Dat er een soort van positieve vibe uitgaat. En dat zeker ook de mensen in Suriname en vooral de spelers ook in Suriname moeten weten. Dat we ze echt wel volgen en dat we... Ja, uiteindelijk proberen om zoveel mogelijk mensen vanuit Suriname ook bij het team te betrekken. En daar zal nog wel heel veel water door de Suriname rivier voor moeten stromen. om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is wel onze intentie. En ik denk dat stukje positiviteit ten aanzien van het voetbal. Wij vertegenwoordigen Suriname. Inderdaad. Weet je, dat wat ik mee wil zeggen is dat... ooit geconfronteerd ben geworden met toen ik met de Suriprofs in Suriname speelde, label of wij een buitenlandse entiteit waren. En dat is nu niet meer het geval? En dat hoop ik niet, want wij zijn één. En ik wil ook dat we één zijn. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Prachtig. De tijd is heel kort, zeg maar, om nu in dat toernooi wat te gaan spelen. Om echt iets wezenlijks te bewerkstelligen in de zin van voetbal tactisch, omdat je gewoon het gebrek aan trainingsuren is daar debet aan. Ja. Maar wat wel belangrijk is, is dat we samenhorigheid uitstralen. In de zin van, hey, wij doen het samen. Wij zijn samen. Wij zijn één. En alleen kunnen we het niet, dus we hebben ieders hulp hebben we nodig. Dus ook de voetbalmedia. En dat heel erg belangrijk is. Dat bedoel ik daarmee te zeggen. Duidelijke taal en een uitgebreid antwoord. Ik heb genoeg huiswerk hiermee. En ik ga het verspreiden door de media. Dus mag ik u bedanken voor uw antwoord. Graag gedaan. En voor uw tijd. Okay. En veel sterkte, meneer Ter Kater. Dank je. Hoi. Dank je wel, meneer Ter Kater. Hey, Mitch! Heb je toch aandacht? Sorry, ik voel me meteen als ik op het matje wordt geroepen hier.